Voor deze aflevering van De Constateur trekken we naar Sint-Catharina Lombeek. We zijn er te gast bij Hilaire van Schelvergem en Louise van den Meersen. Weliswaar niet meer van de jongsten, maar daarom niet minder gedreven. Voor Hilaire en Wiske is de duivensport zowat de rode draad doorheen hun levensverhaal. Hilaire leurde met groenten en fruit, maar op een dag... Hij ging met de appelen leuren en is ik er thuis gekomen met 6 duifjes in een bak. Maar die was nog geen kot. Ik zei, waar ga je ermee beginnen? Een kotje ineens lagen, van ver, met een stapelbaks gezien. En zo is dat begonnen. En ja, toen duur bleef hij duivenmelker. Eenmaal duivenmelker, altijd duivenmelker. En dat was meteen de start voor een gepassioneerde liefhebberij. Maar het duurde niet lang of ook Wiske kreeg de microben te pakken. En dat had iets met kuisen te maken. Ik ging altijd opletten en ik zag altijd dat de grond vuil lag of iets. Ik kon dat niet zien. En dan ben ik beginnen kuisen. En zo ben ik erin gekomen. Ik ben daar niet meer afgebleven. En ja, zo is het begonnen. Duivenspel, dat zijn vriendelijke beesten. Je kunt er tegen praten. Ik leef op mijn kot. Ik heb nooit geen zorgen op mijn kot. Misschien komen de duiven voor mij naar huis, hè. Ik weet dat ook niet. Hè. Ze zeggen dat soms, hè. Die komen voor u naar huis. Ja, dat kan, hè. We spelen altijd Vitesse. Hilaire heeft geen geduld voor Wajon. We hebben nog Wajon gespeeld, heel goed Wajon gespeeld, maar Hilaire kan dat niet aan. Hij moet te lang wachten. En dan is met zijn fiets misschien wel 10 keer weg. En 5 minuten voordat de duiven gaan vallen, komt Hilaire thuis. Hij heeft geen geduld. Hij geeft geduld, maar ja. En toch zal Hilaire vandaag nog wat geduld moeten opbrengen. Pas rond deze tijd rijden de transporteurs op in Kievrij. Op de lossingplaats staan diverse vrachtwagens opgesteld met een lading wedstrijdduiven. De begeleiders maken zich klaar voor het lossen. Afhankelijk van de meteorologische verwachtingen wordt het uur van de lossing bepaald. We polsen even naar de verwachtingen ten huize van Schelvergem. Mijn verwachtingen zijn redelijk goed, maar... Ze beginnen nogal te ruiven, de jonge duiven. Ja, dat is de ruittijd en we geven nooit niks voor de ruittijd. Zo dus, het is natuur. Wat is er daar nu eigenlijk zo boeiend aan? Wel ja, je verlangt, de hele week zijn ze ermee bezig. En dan verlangt de zondag dat ze hun prijzen vliegen ook. Hè. Ja, als het zo niet gaat, dan is geen passie meer. Hè. Dan heb je, ik heb graag dat ze goed vliegen. We spelen redelijk goed. Iedereen komt een keer een slechte zondag tegen. Maar de regeling spelen we heel goed. En is alle jaren bij de kampioen al geweest. Dat is zich veel. Alle jaren kampioen. En ik vind dat... Dat is niet dat je naar gedreven bent, hè, voor blijven te spelen. Hè. Waar zitten de knepen van het vak? Ja, dat zit in de vingers zeker, hè, de knepen. Dat zal de voeding zijn, hè. Ik ben streng in voeden. Ik zeg, zet eten klaar, maar Hilaire zal altijd nog een beetje bijpakken in zijn zak. Ja. Dat mag niet. Als de kindjes snoepjes geeft, dan nog snoepjes. Duif heeft dat niet nodig. Hè. Toch dieet. Zeker niet voor Kievrij niet. Ik geef nog te veel. Tja, we moeten toegeven dat Wiske wel eens gelijk zou kunnen hebben. Intussen is er wat volk komen opdagen. Zo gaat dat nu eenmaal in de duivensport. De liefhebbers hebben hun netwerk en staan ook tijdens de vluchten in contact met elkaar. De buurman en de tweelingbroers Plateau, geen onbekende in het wereldje van de snelheid, schuiven aan. Ook de voorzitter van de duivenmaatschappij uit Liedekerke komt een kijkje nemen. Hij kent het duo Hilaire en Wiske als geen ander. Ik ken Hilaire toch al zeker 40 jaar. En Hilaire is altijd iemand met hart op de juiste plaats. Soms een beetje groot lawaai, maar dat stelt niks voor. Echt, zo zouden er nog meer eerlijke liefhebbers moeten zijn. Ik denk dat Hilaire zonder Wiske niet de resultaten kan neerzetten die hij kan presteren op de uitslag. Dus we hebben dat ook eens gezien in de periode dat Hilaire even van gezondheid iets minder was. Toen heeft Wiske... Alle duiven verzorging op zich genomen en de prestaties waren nog veel beter toen.
In de regio Vlaams-Brabant wordt opvallend veel op snelheid gespeeld. En daar is een verklaring voor. Bij ons in Liedekerke is de snelheid, en vooral de kleine snelheid, de pure vitesse Kievrij, het belangrijkste topic. De laatste 4 jaar hebben wij in zijn totaliteit altijd elk jaar minstens 50.000 duiven ingekorfd, waarvan toch minstens 30.000 op Kievrij. De duivensport is eigenlijk een naoorlogse sport. In de periode eigenlijk dat er nog weinig vervoer ook was. Dus de mensen toen waren een beetje verplicht om de kortere afstanden te spelen. En dat is historisch zo gebleven. Van deze tijd worden in Kievrij de duiven gelost. Een spektakel op zich. De vogels haasten zich nu richting duivenhok. En dat haasten, dat mogen we wel letterlijk nemen. De duivensport heeft een beetje een rare manier van rekenen. We rekenen nog in meters per minuut, dus geen kilometers per uur. En een duif bij windstil doet ongeveer een 13 à 1400 meters per minuut, dat is een 80 kilometers per uur. En vandaag bij windstil weer of zachtjes zuider zal dat ongeveer zoiets zijn. Dus ik verwacht ze hier aan een afstand van 60 kilometer aan ongeveer 38 minuten. Maar we hebben al topsnelheden gekend. In het verleden bij zuid-zuidwestenwind, als de wind echt ideaal meezit, met een beetje stormachtige wind, dat de duiven wel pieken van boven de 150 kunnen bereiken. Dat is wel fantastisch. Intussen stijgt de nervositeit bij Hilaire en Wiske. Een laatste controle of de registratieapparatuur goed is aangesloten en bang afwachten. Tot de eerste grijze stipjes te zien zijn in het luchtruim. En daar zijn ze dan. De duiven vallen binnen. Dit is het moment suprême voor alle duivenmelkers. De duiven vallen redelijk goed en het spanningsveld is dan ook snel verdwenen. Ik denk dat het redelijk goed zijn meevallen. Die zit mij aan, een beetje gedraaid en zo, maar dat is niks, dat zijn me gewoon. Dan doen ze toch nog mee. Ik denk dat het goed zal zijn. De eerste 4 zeker. Okay, ja, goed, ik ben content. We beëindigen dit verhaal net zoals het begon. Maar ditmaal met Ante en Tom Plateau. De jongere generatie en bekende gezichten in het Vitesse gebeuren. Net zoals bij Hilaire is het onschuldig begonnen met een paar duifjes. 25 jaar geleden als klein manneke hebben wij 2 duiven gekregen van Hilaire van Schelfvergem. En ook daarin speelde Wiske een belangrijke rol. Toen we hier toe kwamen, de eerste keer dat we die 2 duiven mochten komen halen. Ja. En zij heeft dan die mand zitten vullen met schaafelingen, hoe dat we dat moesten doen en zo. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Mannen, voor onze eerste communie hebben we 2 duiven gekregen van hun. Hè. Ja. En we zijn daar heel goed mee geslaagd. We zijn van in het begin eigenlijk direct goed kunnen spelen en dat motiveert natuurlijk enorm. Hè. Dat is een straffe madame, hè? Het zal wel. Een straffe madame. En een goede duivenmelkster ook, hè? De beste duivenmelkster, denk ik. Van ver in domstreek. Hilaire mag gelukkig zijn met zo'n vrouwken, hè? Maar hij weet dat, hè? Hij weet dat, hè?